De acties bij de boot- en bushouders die diensten verlenen aan het Nationaal Vervoersbedrijf NVB is nog steeds niet opgeheven. Gesprekken met de leiding van de NVB over de uitbetaling van de gelden voor het vervoeren van het zorgpersoneel hebben tot nog toe niets opgeleverd. De bushouders die het zorgpersoneel vervoeren hebben sinds november 2020 de zogenoemde COVID-gelden nog niet ontvangen. Iwan Woon, ondervoorzitter van de organisatie van boot- en bushouders in Suriname, OBS, zegt dat omdat de acties van de bond zo lang duren, er wat oneenigheid is ontstaan bij de boot- en bushouders. Omdat een paar mensen dus niet tevreden zijn met de gang van zaken naar hun mening hoor. Dus, en het zijn mensen dus die de acties eigenlijk dwars door de acties heen zijn gaan rijden, omdat ze vinden waarschijnlijk dat de acties te lang duren. Maar dat ligt niet aan ons, het ligt natuurlijk aan, de NVB, zeker het ministerie van TCT, omdat de gelden nog niet zijn overgemaakt. Wij hebben, laat het eens gezegd zijn, hè, vanaf november vorig jaar, toen we zijn begonnen met het rijden, zijn we gestart met de voorwaarden dus dat we beginnen te rijden. Maar intussen dat men gaat kijken naar de huurtarieven die men aan de bus- en boothouders moet betalen. Toch? Van OBS-zijde is er toen een rekenmodel ingediend bij het NVB. NVB heeft dat op zijn beurt doorgestuurd naar de minister. Wat bleek? Dat de minister dit drie maanden lang in een la had bewaard. Woon wijst erop dat pas een maand geleden de organisatie samen met de leiding van NVB en het ministerie van TCT tot een vergelijk is gekomen voor wat betreft de nieuwe NVB-tarieven. Echter zegt de OBS-ondervoorzitter dat vanwege de acties de communicatie met de leiding van NVB nu heel slecht is. De boot- en bushouders kunnen de werkzaamheden niet hervatten omdat zij geen geld hebben voor brandstof. Bij de betaling over de maand juni, welke ook laat heeft plaatsgevonden, is niet alles uitbetaald. Dat geld dat we in juni hebben gehad, stelt niets voor, want daar zijn de kaarten nog ook, opbrengst van de kaarten afgetrokken. Dus er is niets over. Dus daarom had ik gesteld, voordat je gaat betalen juni, hou rekening dat we alle eind augustus zijn, juli moet dan ook aan een feit zijn betaald, maar dan gelijk ook voor juli. En wat u ziet, nog steeds, vandaag is al 9 en nog steeds is jullie niet betaald. En de acties gaan dan gewoon door hoor.